Welkom iedereen. Een sprong een beetje anders dan anders door de corona. Normaal zit het hier vol met mama's en papa's. Maar dit jaar mogen ze er jammer genoeg niet bij zijn. Maar dankzij meneer Joost gaan ze het ook allemaal zien. Zwaai maar eens naar meneer Joost en naar alle mama's en papa's. Zodat ze jullie goed kunnen zien. Ik ga de micro nu doorgeven aan Joost. Lieve jongens en meisjes van mijn klas, van K3C. Ik vond het een fantastisch schooljaar. Een heel speciaal schooljaar ook. Hè? Met de lockdown en met vriendjes die verhuisd zijn en nieuwe vriendjes in de klas gekomen en dan opnieuw verhuizen. Maar jullie als klas hebben altijd iedereen welkom laten voelen. Hebben altijd ervoor gezorgd dat iedereen zich thuis mocht voelen in onze klas. En ik vond dat zo mooi van jullie. En ik ben heel erg trots op jullie daarvoor, een dikke duim. Jullie zijn enorm gegroeid, van flinke tweede kleuters, van bij juf Isabel en juf Katelijne, naar zo'n mooie groep derde kleuters. Ikzelf en meester Benjamin vonden het super om voor jullie te zorgen. Lieve jongens en meisjes van K3C, wij zingen dat vaak in K3C, olé olé. Ik ben mega fier op jullie en ik vond het fijn dat ik jullie juf mocht zijn. Dikke duim. Jongens en meisjes van het derde kleuter, van juf Sophie en van juf Lies. Jullie hebben inderdaad dit jaar heel goed gedaan. Het was geen gemakkelijk jaar zoals juf Lies al heeft gezegd. Met de corona hebben jullie ook eventjes moeten thuis zitten. Maar ook dat hebben jullie heel goed gedaan. Jullie hebben thuis niet heel de tijd op jullie gat gezeten, zoals we dat zeggen. Maar jullie hebben ook gewerkt. En daardoor, het was niet voor jullie ook de eerste keer, maar ook voor de juffen van het derde kleuter de eerste keer, mogen zij ook wel een groot applaus hebben, want zij hebben dat heel goed gedaan. En dan volgend jaar, naar het eerste leerjaar, ik denk dat jullie dat ook heel goed gaan doen. Even goed als ik die 3 jaar in de kleuter was. Dus ook voor jullie nog een keer een hele dikke applaus. En om af te sluiten heb ik nog een gedichtje gevonden. Dag lieve vriendjes. Als ik mocht, echt wel, dan hield ik jullie nog een jaar. Maar jullie zijn hier nu klaar. Dus ja, ga nu maar. Ik zal nog even zwaaien tot voorbij de poort. Met veel geluk en het gaat je goed. Als mijn allerlaatste toverwoord. En zie ik jullie weer, dan zal ik denken, fier en blij, dat waren er van mij. Zeg het maar. Sophie. Sophie, dat is een applauskaartje
naam zou hierop staan. Zeg het maar. Ja, dat is een applauskaartje voor je lief. Alsjeblieft. Oei, en dan is er nog eentje. Welkom. Ja, met de beurt van meester Benjamin. Alsjeblieft, een applauskaartje voor je. Ja, en ik denk dat wij, Jesse en ik, nu klaar zijn om de namen te zeggen van alle kindjes die volgend jaar naar het eerste leerjaar zullen komen. Hou je klaar voor je grote sprong. Eerst is het aan Maria. Doe maar. Ja. Alessio,
En dit is het dan Noah. Applaus voor Noah. Julie, jouw beurt. Klaar voor de grote familie. En een groot applaus voor de afdeling. Ja. En dit is het dan Frans. En spring maar. Ja, voilà. Jongens en meisjes, dikke proficiat. Wat hebben jullie goed gesprongen, zeg. En ik zie je zit nu helemaal in het eerste leerjaar. Proficiat. Maar is nog een beetje vakantie weer voor je. Ja, en het filmpje thuis is bekeken. Maar dikke proficiat met jullie grote sprong. En welkom in de lagere school in het eerste leerjaar. Een dik applaus voor jullie allemaal. Thank you.
Ik denk je waarom, van mis je straat.